Yo, wees van je, let's kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Island Survival. Hier op het Festival kanaal. Vandaag gaan wij iets anders doen, want we gaan vandaag weer voorbereiding doen op de finale natuurlijk. We hebben onze armen, daar gaan we naar boven. Dan hebben we onze armen klaarstaan. Dit is onze god armen, dit is onze god zwaard. Ik weet niet hoe het zwaard uitziet, kijk even kijken. De sharpness 5, knockback 2 en fire aspect 2. Is in principe goed. Onze armen heeft allemaal protection 4. We kunnen proberen om bijvoorbeeld op de chestplate en op de broek, op de leggings, om daar proberen. Maar hier proberen protection 5 op te krijgen. Dus we moeten kijken of wij nog een protection 4 op kunnen krijgen. Ik weet niet of ik ergens nog. Nou, daar heb ik niet zo heel veel aan. Voor mij heb ik nog wat diamonds. We gaan nog één keer op diamonds jacht dit seizoen. Dus dat gaan we nog één keer doen, want we moeten de aflevering volmaken die we natuurlijk hebben. Dus we gaan nog wat diamonds. We hebben nog 21 diamonds over hier. We kunnen, gaan even een chestplate maken. Ja. En dan gaan we ook wat leggings maken. Leggings. Zo. En we gaan kijken wat we erop kunnen krijgen. We hebben de levels natuurlijk niet, maar de levels kunnen we natuurlijk wel krijgen. Protection 3. En ook Fire Protection 3. Oké, dus hier heb ik nog niet heel veel aan deze dingen. Die laten we hier even achter. Vandaag gaan wij potions maken. Ik laat de diamonds ook even gelijk achter in deze kist. Dan wil ik dat ze hier zitten. We kijken hoeveel zwaarde we hebben. Dat is niet verloren. Ik heb hier de smite, knockback, looting. Voor mobs is dat principe. En dat is mijn normale efficiency 4 silk touch pickaxe. Oké, maar we gaan vandaag potions maken. Want we moeten een heleboel potions hebben voor natuurlijk de grote finale. Als we de Ender Dragon vechten. Ik heb hier een dubbele kist. Die ga ik gelijk hier boven neerzetten. Kijk, die zet ik. Waar zet ik die neer? Ik zet die. Ik zet hier neer. Helaas voor deze twee dingetjes. Zo. Hier gaan alle potions. Wat hebben wij nodig? We hebben een stuk 10 à 15 health potions nodig. En dat moeten niet gewone potions, health potions zijn die je kan drinken. Nee, splash potions. Terwijl die, of potions die je op de grond kan gooien. Wat hoor ik nou net? Knor. Knor. Knorrie. Knor ging net dood. Wat krijgen we nu? Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat er gebeurd is. Oké, dit blok gaat weg. Misschien is hij gestikt in dit blok. Ik heb geen idee, maar ik hoor hem. Je hoort hem. Je hoort hem zo stikken. Dus, hier is Knorrie. En dit is hun kind. En Knor is dood. Oké. Nou. Warp shop dan maar. Want we hebben een nieuw. Ik heb de lag op de surf. Ik weet niet wat er aan de hand is. Mijn internet is aardig goed. We hebben dus een nieuwe nametag nodig. Kan ik de nametag kopen? Ik kan gewoon een nametag kopen. Dan weer home. Mijn anvil staat helemaal boven. Dus Knor is dood. Nou. Dan moet je helaas een level gebruiken voor een nieuwe Knor. En die heet dan. Kom op, als het kan. Ja. Knor V2. Knor version 2. Version 2. Want Knor 1. Ja, ik kan ook Knor de tweede noemen. Maar jij heet Knorrie. En jij bent Knor. Dus Knor V1, de enige echte Knor, is door te gaan op een manier waar ik niet weet hoe dat komt. Oké, wat ik ga doen is ik ga die kist weghalen. We zien dat die kist daar een manier van was, maar ik heb geen idee hoe dat gekomen is. Oh, hier zit ook diamonds in. Oké, we hadden dus meer diamonds blijkbaar. Dus ik heb nou allemaal gereed bij me, wat ik eigenlijk helemaal niet nodig heb. Oké, ik heb wat diamonds, ik heb hier nog gold. Oké. Dus ik hoop niet dat die twee doodgaan, want... Arme Knor. Arme. Hoe is dat gebeurd? Kijk, want hij ging niet zomaar dood, hij is niet gestikt, hij dropte... Een porkshop. Ja. Dus hij is verbrand. Hoe kan dat? Heb ik ergens een stukje leer over? I don't. Misschien hier ergens eentje in of zo? Nee. Hier? Nee. Nou, ik kan geen... Oké. Ik moet goed bewaren. Dit is dus het enige wat over is van Knorr V1. Dus die laten we hier even achter.
Wat ik ga doen is, wij gaan potions maken. We gaan eerst beginnen met health potions vandaag, deze aflevering. Ik weet niet, we gaan misschien meer dan aflevering potions maken. Dus ik ga heel even gauw een plaatje erbij zoeken. Hoe de potions eruit... Hoe ik die potions moet maken, natuurlijk. Even kijken. Potions. Ik heb hier een plaatje. Dan ga ik even zien hoe ik het de potion kan maken. Oké, wat ik dus nodig heb is een potion of regeneration. Potion regen. Of een potion of health. Wat heb ik nodig om precies te zijn? Ik maak bijna nooit potions. Dus het is voor mij heel lastig om... Potion of healing. Ik heb potion of healing nodig natuurlijk. En daarvoor heb ik Glistering Melon nodig. Glistering Melon. En een Glowstone. Oké. Dus Glistering Melon kunnen wij natuurlijk niet... krijgen. Dus dat kunnen wij kopen in de shop. Ja, eigenlijk mogen wij 10 stuks daarvan hebben. Glistering Melon. Dus even kijken. 4. 12 stuks, ook goed. Nou, 12 stuks hebben we daar dus voor. En dat hebben wij dus. Wat we gaan doen is, we hadden ook glowstone nog. Heb ik ergens een glowstone? Ik heb sowieso wel ergens een glowstone. Ik heb hier 8 glowstone. Dat is genoeg. Ik heb hier 12 glowstone. Dat is genoeg. Wat heb ik daar nog meer? Ik heb glistering melon nodig. We hebben eerst natuurlijk netherwort nodig. Ik weet niet of hier netherwort in zit. Er is een heleboel netherwort in. Chicken. En allemaal grij. Zoals ik ga mijn kisten niet meer uitzoeken. Want ik heb daar totaal geen tijd voor. Oké, kijk, we hebben 3 potion stats. Nou, ik wil die potion stats even gaan uitbreiden. Naar meer potion stats. Heb ik nog echt een blaze rod? Nee. Dus wat we nu gaan doen, is wij gaan eerst naar de nether. Wij gaan naar het netherkasteel. En we gaan blaze rods halen. Of blazes killen, als het ware. Daar heb ik fire resistant potions voor nodig. Heb ik nog echt fire resistant potions? Ja, die heb ik, voor mij heb ik er nog wat. Ik heb er nog 2. Neem we allebei mee. Er zijn weakness potions. Die kunnen wij misschien op de draak gooien. Ik weet niet. Dat is de fout die ik toen gemaakt heb. Maar we hebben dus wat fire protection potions. Want daar kunnen we tegen blazes vechten zonder dat we bang hoeven te zijn dat wij in brand vliegen. Dus dat is de reden waarom wij dat gaan doen. Oké, ik ben even nog een potion kader. Ik zie een potion Dragon's Breath. Oké, ik heb geen idee. Wij gaan dus naar de netherpad. Daar zitten we dan aan die kant. Ja, ik heb eigenlijk nooit de moeite genomen een portaal over te zetten hier naartoe. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Nee. We gaan dus naar het netherfort, waar we normaal gezien ook altijd naartoe gingen. Hallo met dit creeper. Oeh, creepers kunnen oploffen nu. Oeh, heb ik een poog. Ik heb een poog, maar die is met een kapot. Die kan ik volgens mij wel gebruiken. Oh, hij is dood. Nice. Zal ik het ook doen? Hallo, meneer de zombie. Dag, meneer de zombie. Geef mij maar uw XP. Onze kippen. Holy shit, staat mijn geluid hoog. Oké. Dat is wat ietsje zachter, gelukkig. Maar kijk maar de kippen. Ja, we gaan misschien de kippen nog 1 keer slachten. En anders laten we ze de laatste aflevering laten dat kippen vrij. Dan krijg je een explosie van kippen op dit eiland. Dat is geweldig. Oké, ik ga een vlek in mijn beeld gaan zitten. Dag, wat is dat? We gaan dus de nether in. We hebben geen night vision potions. Voor mij is het niet nodig. Want wat ik ga doen is, ik ga video settings, brightness, bright. Kijk, dan kunnen we aardig zien in de nether. Dus dat is niet zo heel lastig. We gaan deze kant op zo. Want ik weet wel precies welke kant ik op moet. Hier is een kleine doorgang. Waar quartz boven zit die ik nooit gezien heb. Oké, we hebben geen quartz nodig en ik zie de quartz. Dus dan gaan deze kant op. Hop. Oké, volgens mij moeten wij hier naar... Ik raak altijd de weg kwijt. Ik weet niet hoe dat komt. Ik zie daar... Waar moet ik heen? Oké, ik weet niet wat er altijd aan de hand is, maar ik kan nooit de weg vinden. Is het deze kant op? Oh, hier is het. Ja, ik herken het weer. Ja, ik heb soms gewoon
dat ik soms even niet weet waar ik naartoe moet. Voor mij moet ik hier naar beneden. Nee, toch niet. Ja, hallo zombie Pikmin. Nou, gelukkig doen ze mij nou niks kwaad. Even de vorige keer dat ik naar de Nether ging. Toen ging het niet goed met de zombie Pikmin. Ik sloeg ze per ongeluk. En ik weet wel dat jullie... Voor mij weten jullie wel wat te doen gebeurde. Ik moest vluchten uit de Nether. Omdat ik was niet veilig, want de hele zombie Pikmin populatie wou mee aanvallen en doden. Dus dat was niet slim. Cast, please. Hier is lava, daar ga ik even onderdoor. Ik kerst maak altijd zo'n raar geluid. Ik haat kerst. Niet zo erg als creepers en skeletons, die had ik nog veel meer. Ja. Als je mij vraagt welke mob haat je het meest, ik zou toch zeggen een creeper. Ja. Skeleton ook wel, maar op een gegeven moment, als je zo stack bent als nu, als ik ben, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Je kunt gewoon naar skeleton toe lopen en doden. Maar zoals je gezien, als je mijn 1 van 9 serie hebt gevolgd, die wanneer deze aflevering begint, niet meer doorgaat. Dus wil je 1 van 9 aflevering mij zien, dan helaas. Ik vind het niet leuk meer om dat te spelen. Ja? Het kost me tijd om te maken en ik vind het niet leuk echt te spelen. Dus ik denk ook zelf, ik wil liever zo met de verrassing aspect Survival Quest server ingaan. Gewoon de verrassing van hoe werkt 1.9, hoe werkt de PvP. Gewoon, we moeten gewoon leren in die server en niet van tevoren. Ja, er komt wel een vervangende serie op mijn kanaal. Die je in de komende dagen op mijn kanaal kan zien. Wanneer dit video uitkomt, dus dat is heel mooi. Oké. We moeten ook uitkijken voor de witte skeletons. We hebben ook nog geen witte hoofd gevonden. Dat zou ook mooi zijn als we voor het einde van de serie een witte skeleton hoofd kunnen krijgen. Ik heb er ooit wel eens een keer een witte opgeroepen. Dat was in seizoen 1. En ik was zo dom geweest om dat op te roepen. In een plate bij hem, dus helemaal, en hij vloog heel hoog de lucht in. En ik moest cheaten, dus gaan vliegen om hem bij te houden. Ja, dat gebeurde toen helaas. Hallo meneer de Blazes. Ik heb nog geen potion genomen, dus dat doe ik eventjes. Oké, fire resistance. Ja, Blaze, je kan schieten wat je wil. Dit is een looting zwaard, hè. Dit is een looting 2. Dus kijk, ze kunnen schieten wat ze willen op mij. Dus jullie kunnen mij niks bereiken. Ik kan jullie gemakkelijk doden. Ik heb geen sharpness op dit water, er zit smite op. Kijk, hij dropte al 3 blaze rods. Nice. Voor mij, ik zie recht voor mij een witte skeleton. Oh, nog een witte skeleton. Oké, hij ging dood. Hij dropte geen skull. Jij. Hey. Lelijke zwarte skeleton. Ook geen. Okay, hier is een spawner. Huh? Ik kan wachten op iets spawnt hier. Hallo, mijn blazes. Ik kill jullie, mag dat? Ik wil jullie blaze rods hebben. Oh, 8 blaze rods. Nou, dat is wel fijn. Waarom ik de blaze rods nodig heb? Ik wil de blaze rods hebben vanwege de strength potions heb je blaze powder nodig. Hij is dood. Nog een blaze rod erbij. Ik hou een beetje afstand zodat ze kunnen sparen. Of toch niet? Spawn, spawn, go. Dit is wel lang. Ja, helaas. Dit is lang. Oké. Hallo, meneer de Blazes. Wat? Zagen jullie dat? Zien jullie dat wat hier... Mad Blaze? Wat? Wat is een Mad Blaze? Wat is een Mad Blaze? Moet kijken man, het is heel moeilijk om hem te verslaan. What the fuck is een Mad Blaze? Witte skeleton. Laat me even met rust, ik moet een Mad Blaze verslaan. Ik heb geen idee wat een Mad Blaze is. Ik heb geen idee, ik heb wel een idee wat het is denk ik. Wat is dit? Infinity 1, Unbreaking 5, Flame 1, Punch 2, Power 3. Oké, ik denk dat er een probleem is met de plugins.
En dat is een plugin aan. Een plugin waar wij normaal gezien onze mobs in maken in de tempels van seizoen 1. En die plugin, die zorgt er eigenlijk ook voor dat... wacht even, even kijken. Dus is harder mobs off. Oh, harder mobs tot on ofzo. Oh, dus blazes spawnen. Heel sterk ofzo. I don't. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ben jij ook een mad blaze? Nee, je bent een normale blaze. Oké, ik wil geen Pikmin slaan. Maar kijk, hij dropt. Dit is ongelooflijk. Hoe kun jij zoiets... Oké, zoals ze zegt jongens, ik weet echt... Ik heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Ik heb een heleboel spul in mijn inventory wat gewoon weg kan. De carrot, I don't care, I don't care. I don't care, allemaal weg. Stone, stone. Strings. Cooked mutton. Cobblestone. Boeien. Ik heb nog 4 minuten resistance. Heb je ook een Mad Blaze? Nee. Ik heb dus geen idee wat Mad Blaze, wat dat überhaupt moet zijn. Hij dropte dus dit. Robin Hood's bow. The legend lives. Oké dan. Ik heb geen idee. Oké, weer blazes. Oké, dus de Mad Blaze. De blaze was mad blijkbaar. Het doet ook jou te killen. Welke Mad Blaze? Nee, het dropt alleen maar blaze wat. Maar er spawnen ook een schaap. Een blaze spawnen met een schaap. Dat vond ik ook al zo raar. Wat was daarmee? Ik begrijp er ook helemaal niks van. Maar we hebben een heleboel blazes. We blijven even doorgaan. We blijven 5 minuutjes hier of zo. Dan gaan we terug. Wat? Ik had geen idee wat er gebeurde. Echt niet. Ik zou even hierna eventjes in de plugins gaan kijken wat er aan de hand was. Met ik denk wel weet wat voor plugin het is. Want er is een plugin die ik of die wij gebruikten om die hele sterke mobs te spawnen. Ja, in de tempels. En die zul je in seizoen... wat is het? Seizoen 3? In Survival Craft zul je die ook weer terugzien. Die gaan we dan ook weer teruggebruiken. Hallo, ben jij Mad Blaze? Nee. En dan wil ik nog een keer zo'n Mad Blaze. Ik wil kijken wat hij dropt. Ik vind het interessant. Ik wil kijken wat hij dropt. Oké, hij is dood. Moet die Blaze je prof zien? Kijk wat schade hij allemaal aanricht. Holy shit. Het zijn normale blazes. Nu spawnen tenminste 3 blazes tegelijk. Oké, wat dropte hij? Of dropte hij iets? Oké, de blazes kan ik niet pakken, want dan komt hij niet meer uit. Hallo, mijn blazes. Mijn blazes. We hebben 25. We gaan eerst wat eten. En hoe lang duurt ons... 5-6-potje 2 minuten. Oké, blijf dus nog even 2 minuten hier. En hij is dood. Oké, nice. Oh, hier is nog een blaze. Ik wil niet mijn spul oppakken. God damn it, blaze. Ik wil gewoon niet mijn afval oppakken. Er zit een knockback op de zwaard. Dat is een beetje kloten. Oké, fire resist nog toe. Hoeveel blaze rods? 25 blaze rods. Ha! In het hoekje. Ik kan nergens heen. Oké, we gaan nog een paar blazes killen. Ja. Jij. Oh, er spant hier eentje. Maar de Mad Blaze. Ik denk dat ik weet hoe dat komt. Ja. En ik zal eens kijken wat er met die plugins aan de hand is. En ik zal eens kijken naar de instellingen ervan. We gaan nu weg. Nou, hier zijn nog wat blazes. Er is geen Mad Blaze bij. Ja, wat moeten jullie blazes? Ik kill jullie gewoon, hè. Zonder enig probleem. Ik heb nog 50 seconden. Ik kill jou ook nog eventjes. Oké. En slash home. Oké, daar zijn we weer. Wat we gaan doen, is wij gaan... eerst kijken of ik wat cobblestone slabs heb. Cobblestone slabs. Kom, goed zo. 2. Heb ik stone slabs nodig? Oh, vraag voor mij gewoon cobblestone of niet? Was het gewoon cobblestone? Voor mij was het gewoon cobblestone.
Zo en dan. Ja. Oké. Ik wil 5 potion stands erbij hebben. Ik heb 5 potion stands. Ik heb een heleboel health potion maken zo dadelijk. Zo. Die hebben we dus. Oké, wat hadden we nodig? Voor mij hebben we alles voor een health potion. Ja, dat wat ik ga doen. Ik moet gewoon een heleboel potion stands hier neerzetten. Kan ik hem op de kist zetten? I can! Oeh. Nou, dit was niet mijn bedoeling. Ik wou niet met een efficiency 4 pikken, ja, door de quad heen gaan. Dus dan doe ik even hier op de chest. Ik kan de chest nog wel openen dan. Oké, mooi. Wat we gaan doen is, ik heb een heleboel flesjes nodig. Of potion bottles. Daar heb ik glas voor nodig. Glas. Oh, ik heb een heleboel glas. 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik mag gewoon een stuk of 10. Zo, en 10 stuks hier. We gaan een heleboel flesjes krijgen. 31, perfect. Ik gooi gewoon alles wat ik in deze kist gooi, ik gooi deze kist. Want het boeit me eigenlijk helemaal niks meer wat ik hier allemaal ingooi. De blazers wil ik wel houden. De rest maakt me eigenlijk heel weinig uit. De Robin Hood's bow wil ik bij me houden. Jazeker wil ik die bij me houden. Zo. Ja, ik heb dus geen idee hoe het komt. Nee, ik ga na een aflevering in de plugin kijken die ervoor zorgt. Ja. Want ik weet denk ik waar dat komt. Ja. Maar het is een plugin die zorgt dat er random morph spawnen die heel sterk zijn. Ja, en dat had ik uitgeschakeld, maar de plugins zijn geüpdate. Dus zal ik het daardoor aan kunnen liggen. Ik moet natuurlijk al die potions helemaal volgooien met water. La 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 la. Even heel inventory vol zo dadelijk. Ik kan één. Oké. Voor mij heb ik te veel flesjes met water. Oké, we gaan gewoon even beginnen met plaatsen van 3 flesjes water. En in Netherwood. Dat hier ook. Ik weet dat je dat je dit een automatisch kan doen. Ja, je kunt dus een automatische brewing fabriek maken die automatisch potions maakt. Ik heb geen idee hoe je dat doet. Nee, ik weet heus wel, ik weet zeker wel dat je er wat over kan vinden op het internet. Dus ik zal er misschien ooit een keer iets gaan maken, maar niet nu. Ja, brewing levels voor dagen, jongens, brewing levels voor dagen. Deze. Zo, we hebben eigenlijk echt zoveel potions. Ja, we gaan beginnen met de health potions. Ik weet niet, we kunnen vertellen hoeveel health potions we zo dadelijk krijgen door al deze potion stands. Zo. En die. Zo. En 1, 2, 3. Ik heb er 2 potions over, dat is precies goed. 3, 9, 18. 21. Ik heb niet goed in rekenen. 21. 24. 24 potions, dat is genoeg. Dat is genoeg. Echt genoeg. Oké. Okay. Yo, volgens mij, ja, en ik ga even heel goed op mijn telefoon kijken wat het was. Als ik een potion of healing 2 wil hebben, dan moet ik eerst een glistering melon gebruiken. Daarna een glowstone dust. En daarna natuurlijk, om een splash potion van te maken, gunpowder. Ja, dus wat we gaan doen is, we gaan natuurlijk eerst die plaatsen. Dan gaan we elke potion stand doen natuurlijk. Oh, dat is mijn inzoomen. Zo, die. Die. Oké, het is handig dat je het automatisch kunt doen. Maar helaas. We hebben het niet automatisch gemaakt. Ja, potions kun je moeilijker klikken. Ik weet niet of dat aan mijn Minecraft ligt, maar. Als ik hier bijvoorbeeld klik zo, dan kan ik hem niet openen. Ik moet precies daarop. I don't know why, maar het is gewoon zo. Die is voor mij is het de laatste. Dus we houden nog wat melon over. Ik ga even kijken of ik wat glow of wat gunpowder heb. Nee. Ik weet dat ik gunpowder heb in de mob farm. Hier zit niks meer. Oh, hier een heleboel. Nou, dat maakt dus niet meer uit. Dat is een heleboel. Kijk naar onze alchemy levels. Dat zijn onze brewing levels. Kijk. Instant health. Klopt dat? Potion of healing. Instant health. Heb ik het goed gedaan? Potion of healing. Ja, volgens mij heet dat nou potion of instant health. I don't know. Maar voor mij, als we dit nou doen, dan krijgen we er eentje hoger. Ja, dat zal wel allemaal werken. Dus
Ik ga ervan uit. Ik heb hier gewoon kaartjes. Dit is van de Mike en Vicky waar ik nu op kijk. Dus dat zal wel goed genoeg zijn. Ja, potions is echt een van de dingen dat ik gewoon niet weet. Ik maak amper potions. Ja, dat ik ben helemaal niet zo goed in PvP. Ik doe wel eens wat UT's, maar daar ga ik bijna nooit naar de nether. Dus ik heb weg omdat de kans is klein dat ik ooit naar de nether kom. Omdat zo snel ben ik niet. En de nether is gevaarlijk. Ik ben één keer geweest en ben getoord in de nether. Dus daarom. Voor mij is dit al klaar of niet? Instant health 2. Oké, dan gaan we dus hier die gebruiken. Zo. En dan gaan we langzaam. Elke pose. Nee, die natuurlijk. Gaan we elke pose gewoon door. Elke brewing strand bedoel ik daarmee. En als het goed is, moeten wij een heleboel potions hebben. Nou, zoals ik zei, een stuk of 24 of zo. Dat zou er wel genoeg moeten zijn dan. Zo. En die. Kom, klik. Goed zo. En deze. Oké, okay, de laatste. Oké, okay, perfect. Ping, ping, ping. Oké. Okay. En ja, instant health pot, plus potion of healing. Nice, nice, nice. Dus dit zijn de potions die we natuurlijk willen hebben. Ja, die geven ons natuurlijk weer gelijk wat meer health. Als de, en de dragon dat voor ons natuurlijk verpest. We halen ze natuurlijk even allemaal uit. Zo, en jij ook. En dan gaan wij, aan het beginnen gaan we wat potion of strength maken. Ja, want wat ik heb ooit één keer de ender dragon geslagen. Niet op camera, nee, gewoon voor mezelf een keer. En wat ik toen achterkwam, daar zat een custom enchant erbij. Ja. En ik had een boog met een heleboel custom enchants. En wat ik toen gewoon achterkwam, was dat een boog met custom enchants hem bijna geen schade deed. En dat ik hem eigenlijk met mijn zwaard eigenlijk moest verslaan om hem zoveel mogelijk schade aan te richten, als het ware. Dus, omdat wij ons zwaard gaan gebruiken, hebben we natuurlijk ook strength nodig. Want, even kijken hoe ik een potion of strength maak. Potion of strength. Potion of strength. Een potion of strength 2. Ik weet niet wat het verschil is. Nee. Ik zou er hartjes bij staan. Ik denk als je een potion of strength hebt, dat 3 hartjes slaat of zo. 3 hartjes meer. Ik heb geen idee. Maar wat we nodig hebben is blaze power. Ja. En we, zoals je zei, zoals ik al zei, ik heb een heleboel blaze power. Dus ik kan gewoon 1, 2. Even kijken, dan hebben we 4, 6. 6 is genoeg. 6 is genoeg. Nou moet ik al die flesjes weer gaan vullen. Oh, ja. Ik heb 5 flesjes bij me. Ja. Die gaan we even vullen. En ik heb er ook nog 3 bij me. Dus ik heb dit totaal nu. Oké. Okay. Totaal is 6. 6 potions genoeg. 6 potions met strength is natuurlijk genoeg. Want ik heb die splash potions gemaakt, dus ik krijg de flesjes niet meer terug. Okay, die 3 kunnen hierin. Plus 1 nether ward. En die kan hierin. En 1 nether ward. Oké. Okay. Mooi dus. Dan hebben we natuurlijk 2 blaze powder. Zo. En die gaan hier dus in. We wachten tot de nether ward klaar is. En ik kies de blaze powder. En daarna. Ja. Want ik zie op mijn kaartje dat je 2 soorten strength hebt. Je hebt strength van 8 minuten. En je hebt strength 2 van 1,5 minuut. En ik denk dat strength van 1,5 minuut dat het een beter strength is. Dus ga ik daar gewoon vanuit. Dus ik doe de blaze powder er nu in. Ja, blaze powder. En dan heb ik weer glowstone nodig. Die heb ik gewoon bij me. Ik heb hier glowstone. Anders heb ik redstone nodig. Maar ik denk dat we daarvoor gaan. Voor de strength, potion strength 2. En niet de normale potion strength. Want het gaat mij om. Ik heb 6 van die potions mee. Dus we gaan nu een glowstone gebruiken. Wat zijn die potions? Potions zijn 3 minuten. 130 attack damage. Holy shit. Ik heb geen idee hoeveel attack damage je dan hebt. Strength 2. Dat gaan we dus straks zien. Dan ga ik de andere potions even een glowstone in doen. Kijken wat we dan krijgen. Hoeveel attack damage. 260. Oh, kan ik een splash potion maken voor mij wel of niet? Ja. Ja, ik kan ze. Oké, ik dacht al. Even van, wat? Doet het niet? Oké, kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Zo. Nou, dan hebben we onze strength potion ook. En ik denk dat dan genoeg moet zijn. Want we hebben health potions. Health pots. En een strength pot. Kijk, oh, dit duurt maar 1 minuut 7. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Echt, maakt in mijn ogen niet uit. Nee, en deze is ook bijna klaar.
En volgens mij hebben wij dan helemaal geen andere potions nodig. Lijkt mij. We hebben golden apples, we hebben ook een god apple. Dus in principe is het nergens voor nodig. Kijk, de potions lijken heel veel op elkaar, moet ik eigenlijk zeggen. Oké, dus dit is eigenlijk wat we nu allemaal hebben. We hebben de potions. Ja, ik ga gelijk de god apples en alles halen, wat zit in mijn ender chest hier. We hebben dus 1 god apple en 5 golden apples. Dat gebruiken wij dus in dat gevecht. Dus we hebben die. We hebben die. Oké, dit zijn alle pots, onze golden apples. Alles is helemaal klaar. Dan gaan we natuurlijk ons set wat hier zit. Ja, onze god set, daar haal ik toch gelijk af. En ik ga ook onze god poog, die zit hierin. Ja. Oké, het zwaard pakken we. Zwaardje. Die gaan we in de kist. Oké, dit is ons zwaard, ons wapen die we gaan gebruiken. Dan hebben we 2 bogen. Deze boog en die boog. Die hebben we dus gekregen. Robin Hood's bow. Er zit Unbreaking 5, er zit ook flame op. Ik denk niet dat het heel veel verschil maakt. Ik kan misschien wisselen van boog. Ja, hier zit maar power 3 op, hier zit power 4. Dus we kunnen af en toe wisselen. Kan ik niet. Kan ik niet. Die kunnen we elkaar gaan combineren. Voor levels gaat dat mij kosten. Dus Robin Hood's boog. En die heb. Dat krijg ik. Infinity Inbreaking 3, flame 1.4 pound. Dat is een goede boog. Dat is echt een goede boog. 2 Robin Hood's bow. Het kost mij 23 levels. Moet ik het doen of niet? Moet ik het niet doen? Nee. Ik kies gewoon voor deze boog. Ook al is het wel power 3. Ik neem ze allebei gewoon mee. Want ik wil geen 23 levels aan verspillen. Ik neem ze gewoon allebei mee. Ik haal ze alle 2 in mijn hotbar. Dat maakt niet veel uit. Dus die boog hebben we. Dan hebben we onze god set. Ja. Waar ik de volgende aflevering... Ik ga offscreen ook wat levels proberen. Dan gaan we proberen op de chestplate en op de broek bouwen. Of gebouwen. Dan proberen wij daar op protection 5 op te krijgen. Voor mij kan dat gewoon in vanilla Minecraft. Dus daar gaan we ook proberen. Dus we zijn eigenlijk helemaal klaar voor het gevecht. Ja. En dus dat gaat heel mooi worden, denk ik. Wat gaan we de komende aflevering doen? Nou, deze aflevering die ik nu maak, komt op de zaterdag. Nee, deze komt de zondag uit. Dan hebben we eigenlijk nog een hele week voordat ik de aflevering opneem. De finale aflevering opneem. Dus we hebben nog eigenlijk 7 afleveringen lang hebben we nog wat te doen. Wat we gaan doen, we gaan in de aflevering gaan proberen protection 5 speel te krijgen. Dat zou de volgende aflevering zijn. Wat we daarna gaan doen. Als jullie dingen weten wat ik nog kan doen. Ja, laat het achter in de comments. En misschien kan ik dat gaan doen. Ja, dus het zou leuk zijn om jullie iets te bedenken wat ik kan doen in de serie. Want we komen langzaam aan het einde van de serie. En ik weet eigenlijk niet zoveel dingen meer om te doen. Ja, ik kan een keer vragen of Brommer84, mijn mede-compagnon, die woont aan die kant van de muur. Ja, of ik met hem een keer kan PvP'en met zijn beste spul en mijn beste spul. Ja, dat kan ik even vragen of hij dat wil. En dat kunnen we misschien gaan doen. Ja, dus... Dit is het einde van deze aflevering van Minecraft Island Survival. Voor de aflevering leuk, laat dan natuurlijk een like achter en abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering van Minecraft Island Survival.